Duim omhoog voor Nino Wilkens. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben Nino en ik ben nu onderweg naar de Albert Heijn. Om een ontbijtje te halen voor Daniel. Dat heeft hij me gisteren gevraagd, want zijn ouders er weg zijn. Hij heeft veel te lui om te bewegen of zo. Dus ga ik maar voor een ontbijt halen. Want ik moet sowieso nog wat glas wegbrengen in de glasbak. En dat zegt naast Albert Heijn. Dus ik zeg, nou, vooruit. Dat gaan we gewoon even doen. En voor de rest heb ik waarschijnlijk Sascha's verjaardag vandaag. Nou, ze is jarig. 21 alweer. En ze wou als goed gaan lunchen. Maar ze heeft nog niks laten weten. Maar dat moet vast goed komen. Maar eerst even naar de Albert Heijn dus. Nou, ik vind het wel goed zo. Goedemorgen, citruswater, jus d'orange, croissantjes en muffins. Kom naar Daniel. Ik ben dus bezig met het evenement, zaterdag aanstaande. En ik moet dus een stormbaan regelen waar dus de kinderen zeg maar een aanloop kunnen nemen. En dan met zeep helemaal kunnen doorglijden. Alleen, het is een beetje kort dag, dus ik heb echt 100 bedrijven gebeld. Maar ze hebben allemaal geen stormbanen meer. Ik ga ervan uit dat het me wel gaat lukken. Maar ja, je weet het nooit. Al die dingen zijn weg, maar ik word ook slecht weer. Dus ik zat ook echt te kijken, hoe zijn die dingen nou weg? Maar het is wel altijd leuk, zo'n stormbaan huren. Alleen, pech nog mee. Ik ben beroemd! Hoe ver is je het gewoon op tv kunnen afspelen? Nou, zijn maag zit even hoor. Ik kan leren. Ja, daar heb je 6, 7, dit zelf. Sorry, ik mag hem niet daar parkeren, maar dat doe ik gewoon. In ieder geval, ik ga dus nu de Albert Heijn in, omdat ik dus wil stoppen met nagelbijten. Kijk, mijn handen. Ik ben er klaar mee. En dan heb ik gezien dat het dus een spulletje is, waar je ook een app bij hebt. En dan kan je dus zeg maar, dat doe je gewoon op je nagels. En dan als het goed is, stop je daarmee. En dan ga ik nu even zoeken. En dan ga ik het gelijk erop doen, ik ben helemaal klaar met een nagelbijt. Oké, ik heb het gevonden. En als het goed is, breekt er een nieuw tijdperk aan. Want ik ga stoppen met nagelbijten. Daniel is super trots op me, alleen laat hij het niet zien. Hij loopt een beetje zo'n mooi boy, weet je? Ja, ja. Ben ik ook, hè, jongen? Die heb je er ook tussen lopen, hè? Nee, hè? Moet je nou weer vreten? Spoel er, brug, raketten. Nee, dat is wel echt de beste. Dus. Dit is zo fucking lekker. Hoe handig, ik heb mijn camera even zo'n houder gedaan aan mijn raam, maar waarschijnlijk trilt hij daarom nu ook fucking erg. Maar ik heb in ieder geval de nagellak gekocht. En die ga ik zo opdoen. En Pesh, de 6C Los Stronger. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste punt. Ik heb er een maand gezeten, maar gaat niet goed. En ik moet zeggen dat ik in feite nooit zo'n mongoler heb gezien als dit. Maar, ja, ik hoop dat het gewerkt heeft. Ja, Maarten, hij is er weer. Niet zo schreeuwen, joh. Maarten, gezellig als je er weer bent, man. Ik ben er eens en altijd klaar mee. Ik ga ermee stoppen. Het is echt zo kut. Dat gaat dus op alles wat je wel aanraakt, alles wat je eet, gaat het ook op zitten. Ja, maar ja. Als je een broodje eet of zo, dan smaakt het broodje ook naar dat. Moet je ook barven. Ja. Uiteraard ga ik weer naar de pizzeria. Ik breng even de Italiaan naar de laatste rustplaats van hem. De Italiaan. Ga je jongen. Nick, heb je lekker eten besteld? Nee. Niet zo erg ook. Ja. Pizza. Ik ben nu onderweg naar huis om even mijn scooter te gaan halen, want dit auto gebeurt. Ik vind dat zo gedoe op die auto. Zo groot dingen. Gedoe dus. En dan ga ik daarna gelijk weer naar Daniel toe. Ik zou eigenlijk met Daniel niet in de middag, maar of tenminste na het eten. Alleen hij ging naar zijn vriendin. Dus ik zei van nou ja, weet je, ik ga maar naar huis. Ik ben even video's gaan editen. Een beetje rustig aangedaan. En nu gaan we dus, als het goed is, naar de hei om sterren te kijken. Alleen is meneer weer veel te lang bezig met zijn dingen altijd. Die hangt daar echt wel 10 uur weer. Nino, is het de volgende? Ja. Hartstikke leuk. Vind je dat echt leuk? Ik ben een fan. Maar leer je dan ook echt van? Ja, de kip met nog iets toch? Ja, nee, ik ben helemaal zie je, gelijk. Ik heb echt gekeken. Ja, nee. Holy shit. Ik ga snel naar huis. Dit is echt chaos. Ze waren allemaal in de video en hartstikke leuk trouwens. Maar. Is goed. Niet in de vlog! Oh! Line wil niet in de vlog. Maar ja, ze heeft net gevraagd of ze erin mocht. Dus... Doei! Doei! Zie je morgen! Morgen? Ja, hier. Ja, ze zijn hier al beter.
Ik ga echt lekker slapen, ik ben echt dood op. Ik baal er alleen echt van dat ik mijn kamer vandaag niet netjes heb achtergelaten. Toen kom ik dus thuis en zo'n teringbende. Dat is echt fucking irritant. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even weten door middel van een duimpje uiteraard. Jullie kennen me zo langzamerhand wel, ga ik vanuit. Maar voor nu lekker slapen. Doei doei!